Hallo allemaal. Theater de Hofnar heeft mij gevraagd om een korte update te geven over hoe het gaat nu we allemaal noodgedwongen thuis zitten vanwege de corona. Het gaat op zich heel goed. Ik geniet best wel een beetje van de zon. Hallo, wat een geluk hebben we. Als het nou had geregend, was het een hele andere tijd geweest, denk ik. Het is natuurlijk super zuur dat we in februari in première zijn gegaan met onze nieuwe voorstelling Lucht. Nou, die hebben we denk ik 3 of 4 keer gespeeld en toen hield het op met de pret. En we hebben geen enkel zicht op wanneer we hem weer zullen mogen gaan spelen. Dus dat is natuurlijk hartstikke zuur. Het is ook spannend dat we totaal niet weten hoe de culturele sector er überhaupt uitkomt, want de klappen die er vallen zijn hard. Maar wat ik mooi vind om te merken is dat mijn sector, om het dan toch maar zo te zeggen, en de theaters, zowel als de makers, allemaal zoveel liefde voor het vak hebben en zoveel zin hebben en zo trots zijn op wat ze doen, dat ze ook allemaal wel heel veerkrachtig blijken. Dus ik zie nu overal nieuwe initiatieven oppoppen. Iedereen komt met ideeën. De creativiteit, die vindt zijn weg wel. En ook bij mij. Ik kwam eerst thuis te zitten en toen heb ik daar maar even de tijd voor genomen. Even gevoeld wat dat dan deed en wat ik ervan vond en ook stiekem een beetje bijkomen na het maken van een nieuwe voorstelling. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, er moet toch en geld binnenkomen en ik heb wel zin om weer iets te doen. Dus toen heb ik een concept opgezet wat Open Deur Concerten heet. En dan kun je mij op pad sturen voor iemand die je lief is, die een hart onder de riem wil steken of die een speciale gelegenheid te vieren heeft, maar die totaal anders uitpakt nu. En dan stuur je mij op pad en dan ga ik op 1,5 meter van de voordeur ga ik een lied voor je zingen. Of een lied voor diegene zingen. En ik ben echt overladen daarmee. En hoewel het theater natuurlijk magisch is en uniek in zijn soort, vind ik dit ook wel heel bijzonder om te doen. Het is heel intens. Ik kom veel mensen tegen. Ik hoor veel mooie verhalen. Dus ik vermaak me wel. En ik kom natuurlijk, hoop ik, volgend seizoen gewoon in Theater de Hofnar, samen met Michiel Wetsen natuurlijk, uit Dommelen, mijn pianist, komen we voor jullie met alle liefde en plezier onze nieuwe voorstelling Lucht spelen. Wanneer is nog even afwachten en in welke vorm ook, maar we gaan er gewoon vanuit dat we elkaar volgend seizoen gezond en wel, misschien nog niet omhelzend en wel, maar wie weet komt dat nog, gewoon weer gaan zien in Theater de Hofnar in Valkenswaard. En tot die tijd, hou vol, hou moed, blijf gezond en tot snel. Mwah.